hier in de zaal, de mensen die thuis via livestream meekijken in Pakhuis de Vijver op een bijzondere avond. Ik ben heel blij dat we hier kunnen zijn in Pakhuis de Vijver, een plek waar zoveel wordt nagedacht over de menselijke ervaring en een plek ook waar de hoofdgast van deze avond ook vaak vertoeft om dat te doen. Ik weet niet of het een beetje als een tweede thuis voor je voelt, Aram, maar in ieder geval voelt het voor mij zo om het hier te kunnen doen. We houden hier vanavond het boek ten doop, waarvan jullie hier achter mij het omslag zien. De aanslag die onze levens veranderde. Ik ben Marcella van der Kruk. Ik ben uitgever non-fictie van Atlas Contact. En tevens de redacteur van Baren. Zometeen gaat hij in gesprek met zijn goede vriend en televisiebroeder Gideon Levy. En er is via Zoom... I don't know if the Zoom connection is already set up, I think so, but we have a very special guest via Zoom. So welcome Tali as well. I'll switch to Dutch again now. En ik mag kort ook eventjes iets zeggen, ik hou het kort, maar ik wil wel graag altijd even een kort woord specifiek tot Baran richten. Want het is een bijzonder moment, dat geldt voor elke boek dat gepresenteerd wordt, maar bij sommige boeken komt het nog van dieper persoonlijk, staat het nog iets dichterbij. En dat is hier denk ik wel het geval. Een onderliggend principe in het boek is het Klinger-effect. En ik weet niet of jullie allemaal weten wat dat is. Heel kort, het is een beeldspraak van een Amerikaanse wiskundige, meteoroloog, Edward Lorenz. En het gaat over hoe schijnbaar onverbonden dingen toch een soort causale relatie met elkaar hebben. En hij gebruikte daarvoor het beeldspraak van de vlinderslag. Hoe een vlinderslag in een bos in Brazilië een luchttrilling kan veroorzaken die maanden later tot een tornado leidt in Texas. Het is een heel fijn principe. Het wordt ook af en toe iets te veel te pas en te onpas gebruikt. Ik begrijp van waarom. Maar in ieder geval brengt het wat ordening aan in dat chaotische bestaan van ons. En dat chaotische bestaan, dat is eigenlijk ook het hoofdonderwerp van het boek van Baran. Hij ontrafelt zijn eigen leven, zijn eigen het weefsel dat zijn leven vormt. En hij doet dat op ontzettend zorgvuldige, diepgravende, indringende, persoonlijke, maar ook heel lichtvoetige wijze. En ik denk dat dat ook wel een reflectie is van zijn persoonlijkheid. Het is een heel warmhartig boek geworden, een authentiek boek. Een boek wat, ik ken echt geen ander boek wat lijkt op dit boek. Of tegelijkertijd ken ik er misschien een heleboel, maar niet iets dat op deze manier memoires, journalistieke reconstructie, bijna een filosofische zoektocht, naar het verhaal van die aanslag, een journalistieke zoektocht naar de mensen met wie dat in verband is gebracht. En die aan wiens lot, Barans lot, verbonden is. Het is daarmee met dat bijzondere karakter van het boek en het boek dat zich weigert in hokjes te laten stoppen. Het beweegt heel vrijelijk door dat soort literaire genre landschap heen. En daarmee is het denk ik ook wel een reflectie van de persoonlijkheid van de schrijver en zijn uniciteit en warme persoonlijkheid. Het zou ook heel goed kunnen mislukken dat die samenkomst van al die dingen en het is... Het lijkt als je het boek leest alsof het leest bijna vanzelfsprekend. Maar het is niet vanzelfsprekend om dit boek te schrijven. Dat is het ook niet geweest. Dat wil ik altijd maar toch wel weer benadrukken. Dat wij voor elkaar voor het eerst spraken waarom. Dat was in 2017, juni 2017. Dat is 4 jaar geleden. En de volharding waarmee je aan dit boek hebt gewerkt, die voel je niet. Maar dat is juist, als je het leest voel je hem niet. Maar dat is wat mij betreft het signaal dat een boek geslaagd is. Baran, ik wil je ontzettend feliciteren. Ja, maar ik mag je eerst nog... Hij wijst dan naar Gideon. Maar ik eerst nog even de felicitatie en wat ik hoop. Want het vlindereffect is eigenlijk een beetje, denk ik, ook de reden dat wij hier nu zijn. Of de verklaring dat wij hier nu zijn. Nou, daar gaan jullie het vast meer over hebben. Het boek is het resultaat van die gebeurtenissen. Maar ik hoop toch ook dat het boek zelf bij sommige lezers misschien die pagina's ook een klein vlinderslagje zullen zijn en die je aan het denken zetten ook over je eigen bestaan. Waarom? Ik wens jou en je boek een heel voorspoedige vlucht. Gefeliciteerd. Dankjewel!
producent, programmamaker, regisseur, tevens zeer goede vriend van Baron. Nou, Marcella, dankjewel. Hallo allemaal hier in de zaal en ook jullie thuis, onderweg naar morgen of gewoon op de bank. We gaan het hebben over een heel bijzonder boek. Het boek van Baron Sadeghi. En gek genoeg, hij is hier. Een hartelijk applaus voor Baron. Nou ja, Baron. Wat kan ik zeggen? Je hebt een ongelooflijk bijzonder boek geschreven. Zoals Marcella zei het al, het is een soort... En een memoir, maar het is ook een journalistieke zoektocht. Het is een memoir omdat het gaat over het land waar je bent geboren, Iran. En hoe je eigenlijk hebt besloten dat land te verlaten. Verstekeling in een boot via Egypte kom je terecht in Rotterdam. Maar het is ook een journalistiek boek, want je bent gaan uitzoeken de context waarin dat allemaal is gebeurd. Er is een aanslag gepleegd in Egypte in 1985 op 5 oktober. En die aanslag die heeft niet alleen jouw leven een richting gegeven... maar ook het leven van de mensen die die aanslag hebben overleefd. En daar was je ook nieuwsgierig naar. Ja. En je was ook nieuwsgierig naar wie heeft nou eigenlijk die aanslag gedaan en wie was dat? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. En we gaan ook, zoals Marcella ook al zei even... we gaan zo over een klein half uurtje een interview hebben via de Zoom... met een van de overlevenden van de aanslag. Met Tali, die nu in Tel Aviv zit. Maar goed, waarom? We gaan beginnen. Ja, we zijn al begonnen. Ja, Baron, even een persoonlijke noot. Ja, kijk, ja. Het is natuurlijk niet een heel... je hebt me natuurlijk niet voor niets gevraagd. Kijk, ja. We kennen elkaar al... onze vriendschap is al meer dan 20 jaar. Ja, sterker, we zijn zelfs getrouwd. We zijn zelfs een keer getrouwd, ja. Ja. En niet gescheiden. Ja. En zoals je boek, zeg maar, zowel journalistiek als persoonlijk is... hoop ik dat dit gesprek ook persoonlijk is. Want, dames en heren, jullie zijn namelijk getuigen van iets unieks. Toen ik Baron leerde kennen... in het eerste jaar vroeg ik me af, ja, wie is die Baron dan? En waar komt die vandaan? En dan ging ik een beetje vragen... Maar zei, nee, Giet, mijn grote verhaal, dat vertel ik je nog wel eens. Dus in de loop van onze vriendschap, zo nu en dan, kreeg ik snippets, kreeg ik gedeeltes. En in onze gemeenschappelijke vriendenkring had iedereen stukjes van jouw verhaal. En dat konden we dan soms naast elkaar leggen. Ik had dit stukje en die had dat stukje. En dan kregen we een beetje een beeld. Maar goed, ik heb gewacht. Het is, nu zijn we hier. Ik heb het boek gelezen... En het heeft me niet koud gelaten. Ik was echt helemaal van ondersteboven. En mijn hemel, Baron. Ja. ik vraag me dan ook af... Is het zo dat je dit boek kon schrijven... omdat je het nu een beetje hebt verwerkt? Of heb je het boek geschreven... in de hoop dat je het een beetje kon verwerken? Is er nog een derde optie? Meer een keuzevraag. Als ik terug ga naar de allereerste zaadje om het boek te gaan schrijven. Dat was in 2016. Het was toen 15e herdenking van 9-11. Dat was in 2001. En je weet hoe het gaat. 15, 20, zoals dit jaar. Dus heel veel mensen stonden stil bij die aanslag. En de grote impact daarvan op niet alleen maar Amerika, Afghanistan, Irak. Maar de hele wereld was veranderd. En toen zat ik te denken en ik dacht in alle bescheidenheid... ik kon niet 1, 2, 3 denken van ja, hoe heeft die aanslag mijn leven veranderd? En toen dacht ik, natuurlijk een beetje gedoe op vliegvelden met waterflessen en dat soort. Maar ik dacht, ja, dat is vrij generiek. En
Dus dat, ik dacht, daar heb ik niet echt last van gehad of impact op mijn leven gehad. Nou, gelukkig maar. Precies, ja, ja. Dus dacht ik, maar is er wel een aanslag geweest die wel impact op mijn leven heeft gehad? Nou, toen was ik binnen 5 seconden was ik uit, ja. Ik dacht, nou, die aanslag in Egypte. Dus zo is dat begonnen. Dus niet zozeer volgens het stramien wat wij heel goed kennen van heel veel schrijvers om het te verwerken. Dat denk ik niet. Maar ik zeg het heel voorzichtig, dat denk ik niet. Want ik, zoals ik je wel eens heb gezegd, introspectie is ook niet mijn sterkste punt. Dus ik zeg heel voorzichtig, dat denk ik niet. Dus dat kan ook kunnen. Dat kan ook het geval zijn. Dus zo begon dat. En ik wist altijd al vanwege het feit dat ik ook in Iran een vluchteling was. En ook dat vluchtverhaal als verstekeling vanuit Iran naar Nederland en ook vanuit schip moeten vluchten. Ik wist dat het op zich wel een heftig verhaal was. Trouwens, we zien nu echt gewoon een foto van het schip. Echt het schip waarmee ik naar Nederland ben gekomen. En dus ik wist dat het best een heftig verhaal was. Met genoeg elementen om een verhaal van te maken. Alleen ik had de vertelling niet. En jij weet natuurlijk als regisseur, als verteller, een goed verhaal is nog geen goede film. Een goed verhaal is geen goed boek. Dus ik had mijn narratief niet. Wat wordt mijn structuur? En toen ik ineens bij die aanslag. En ik dacht, oh, als die aanslag mijn leven heeft veranderd, hoe zou het leven of de levens van de andere mensen hebben veranderd? Namelijk de slachtoffers en misschien ook de dader. Ik dacht, oké, dat wordt mijn narratief. Ik ga die 3 verhalen door elkaar snijden. En ook natuurlijk kijken, hoe was die aanslag? Wie, wat, waar? En toen ik het aan mijn toenmalige agent vertelde, agent Heising, die zei gelijk, dat is goed. En wat ook leuk was, ze vertelde dat het ook haar en haar man aan het denken zette. Zei, ja, we hebben echt de hele avond gepraat. Zijn er eigenlijk aanslagen geweest die onze levens hebben veranderd? En dat vond ik heel, nou, bij gebrek aan beter woord, heel leuk om te horen. Dat het herkenningspunt, dat je er zelf iets anders van maakt. En want mijn leven of jouw leven, ja, totaal anders. Maar kijk, wat zijn wel de gemeenschappelijke patronen? Dus toen zei het ook, zei ja, volgens mij gaat dit werken, die manier van vertelling. Toen was ik sneller uit over hoe het moest en wat ik moest doen. En het is natuurlijk gedoe. Hoe moet je iemand die als 6-jarig kind, Tali, jij gaat haar straks interviewen. Hoe ga je iemand die 35 jaar geleden zo'n aanslag heeft meegemaakt, hoe ga je haar benaderen van oké, je moeder is omgekomen bij die aanslag. Maar mag ik met jou praten? Je kent me niet. Hoe moet je zo'n e-mail opzetten? Weet je? Dus het is gedoe. Maar ik wist in ieder geval wat met de wachten stond. Ik heb het gevoel dat ik niet echt antwoord heb gegeven op je vraag. Maar ja, dat krijg je dan als je iemand een microfoon geeft. Weet je wel, gooi een kwastje. Ja, maar is dat omdat je het antwoord. Waarom is dat, zeg maar? Dat je me geen antwoord geeft? Nou, ik ben even. Ik vroeg je of het. Hoe zit het met jouw verwerking? Want toen ik dit las, dacht ik. Het is trauma op trauma. Ja. Mijn hemel. Het begint al goed in je vroege jeugd. Met de oorlog. En dat wist ik natuurlijk wel een beetje. Maar niet in dit soort details. Ja. Want. Weet je wat? We laten die vraag dan even gewoon los. Dat komt dan nog wel. Opmerking. Ja. Nou, kijk, de grap is dat ik, toen ik als 18-jarige in Nederland aankwam, ja. Ik kende het begrip, het concept trauma niet eens. Ja. Ik heb ook begrepen dat meerdere mensen in meerdere landen dat verschijnsel ook niet kenden. Dat is pas veel later, na de 6e... Ze leiden er misschien wel aan, ze hebben er wel last van, maar het label kennen ze niet. Het label, ja. En hoe je daarmee dan om te gaan, met therapieën of wat. Er zijn zoveel manieren om dat te behandelen per individu. Dus ik kende het verschijnsel helemaal niet. Dus het feit dat ik in de eerste jaren na mijn... Ik denk, begon misschien na een jaartje, toen ik een beetje geland was in Nederland, toen ik heel veel nachtmerries kreeg. En die hadden altijd 2 vertellingen, die nachtmerries. 2 straminen, dat was het. Of ik werd achtervolgd door de Iraakse soldaten. Dat was natuurlijk vanwege de oorlog tussen Irak en Iran.
waar wij vluchteling van werden, door werden. Of ik werd achtervolgd door de Iraanse politie vanwege mijn vlucht naar Nederland. Maar in ieder geval, die nachtmerries, ja, dat is mijn nachtmerrie, ja, daar moet ik mee dealen. Ik had nooit gedacht, oh, misschien moet ik naar een huisarts of misschien in therapie of medicatie of een combinatie of wat dan ook. Nooit zo over nagedacht dat er meer mensen zijn die misschien last van hebben gehad in de loop der geschiedenis. Mm-hmm. En dat ze zeggen, oké, wat jij hebt meegemaakt, dat heet trauma. En we gaan nu even kijken hoe we het gaan oplossen. Dus in die zin, als je het begrip niet kent, dan de verwerking daarvan ken je ook niet. Maar toen wij elkaar tegenkwamen en ik je vroeg van, ik ging een beetje vissen, zeg maar. Want ik dacht, ja toch, dat is niet zomaar een reisje geweest. Nee. En dan zei een beetje nonchalant, vertelde je dan iets van een boot. En, ja. Nou, en toen ging ik doorvragen en toen hield je het af. Maar ik hield de boot af. Ja, je hield de boot af. En was dat iets, zeg maar, dat deed je uit zelfbescherming? Of? Nee, ik denk het niet. Maar nogmaals, heel voorzichtig, hè, vanwege gebrek aan introspectie. Vermogen tot introspectie. Ik denk het niet, nee. Kijk, tegelijkertijd, ik moet zeggen, bijvoorbeeld, er is... Of was dat iets wat iedereen aan je vroeg? Van, hey, waarom, vertel eens even, ja, hoe ben je hier gekomen? Ja, en dat je op een gegeven moment dacht van, daar ben ik wel heel klaar mee. Nou, niet met iedereen. Want ik heb bijvoorbeeld dat verhaal met echt zowel dingen van vroeger, dus in Iran, als de aanslag en de gekkigheid van zo'n aanslag, dat je een soort pion wordt in een soort groter spel. Dat had ik wel eens aan een paar mensen verteld. Ook onze collega's toen bij de VPRO. Alleen echt dit, weet je wel. Dus echt een heel kleine groep. Niet zozeer vanwege een soort bescheidenheid of zo, je wil valse bescheidenheid of wat dan ook. Maar ik had altijd gedacht, weet je, het is mijn leven, hè, om het zo te zeggen. Ik hoef ook niet iedereen mee lastig te vallen. En dat klinkt natuurlijk heel... Maar misschien wilde je jezelf ook niet zo mee bezig zijn en een nieuw leven beginnen en daar niet te veel... Ook dat, ja. Nee, dat klopt ook. Dus er zijn meerdere redenen. Dus ik kan het niet tot één ding reduceren, mm-hmm. Maar ik ben bang dat je gelijk hebt, dat het ook belangrijk was. Ik ben nu hier en om het zo te zeggen, we gaan met het schip nu vooruit en niet de hele tijd achteruit. Ja. Of niet de hele tijd, maar vaak achteruit. Ja, maar laten we toch heel eventjes heel erg achteruit gaan. Want je beschrijft op een prachtige manier en op een ook een hele feitelijke manier wat jij als kind zag toen de oorlog uitbrak met het buurland. Toen was ik 13, ja. 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 Ik werd tijdens de oorlog... werd ik 13. De oorlog brak uit in september 1980. En bijna anderhalf maand later, of nee, drie, vier weken later, werd ik 13, ja. Ja. Trouwens, voor de mensen hier, als we straks klaar zijn, over een half uurtje, krijg je nog 10 minuten de tijd om Baram nog wat vragen te stellen. En ook de mensen thuis, die kunnen vragen stellen. En dan moeten ze gaan naar het internet, het wereldwijde web. En dan toetsen jullie daarin, dames en heren, opgelet. menti.com. Dan krijg je een code, die komt ook hier in beeld. Ja. En dan kan je een vraag stellen en dan zal ik die aan Baram stellen. Dus de oorlog breekt uit. De oorlog, ja. Jij bent 13 jaar. Ja. Wat gebeurt er? What's next? Wat is de eerste herinnering? Ja. Kijk, wij woonden, dat is echt een heel belangrijk punt. Wij woonden vlakbij de grens met Irak. Ja. Dus echt onze stad grensde echt aan Irak. Heel veel Nederlanders die een beetje geïnteresseerd zijn in de geschiedenis, die kennen bijvoorbeeld de stad Basra, net aan de overkant. En nou, wij zaten aan de andere kant, Abadan. En dus toen de oorlog uitbrak, toen het duurde niet lang voordat alles begon uit te vallen. Dus in het begin eerst elektriciteit. En na een tijdje ook water en gas. En mensen begonnen ook te vluchten. Sommige mensen begonnen snel te vluchten. Dat waren echt de slimmeriken. Dat is een van de weinig dingen die ik heb geleerd. Die zagen het aankomen. Weinig dingen die ik heb geleerd in mijn meanderende leven. Als er iets hoort over een oorlog, voor de zekerheid weggaan. Je kan altijd wachten, afwachten of het nou echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar je kan altijd terug.
Weet je wel, als het niet uitbreekt. Dus gelijk weggaan. En helaas zie je dat nog steeds, dat mensen tot het laatste moment wachten. En dus, nou, wij waren een van die mensen. Ook omdat mijn zussen werden vooruitgestuurd. Die gingen eerst weg naar een andere stad. Ongeveer op 100 kilometer van ons vandaan, waar het veilig was. Trouwens, zo werkt het ook. Hè. 100 kilometer verderop heb je geen last van de oorlog. En ik bleef met mijn ouders en met mijn broers en wat andere jongens in de stad hangen. En die steeds leger werd. En op een gegeven moment bijna omsingeld werd. Sowieso bijna praktisch omsingeld werd. Dus hermetisch moet ik zeggen, omsingeld werd door de Irakezen. Maar de grap is, weet je, ik was 13. En je vond het spannend. Ik heb van heel veel mensen, ook mensen die in Nederland de oorlog hebben meegemaakt. Als je echt jonger bent, dus 5, 6, 8 bent, dan word je misschien heel erg bang van, weet je, van de bommen, maar ook het gevoel van veiligheid. En weet je, wat valt weg? Mensen hebben ineens andere rollen dan je gewend bent. En als je ouder bent, misschien richting 17, 18 jaar of nog ouderder, als je echt een gezin hebt, zelf verantwoordelijkheid draagt, dan word je op een andere manier bang. Je weet wat dit betekent, oorlog. Je kan je dat voorstellen, je hebt het van andere mensen gehoord. En ik had net de gezegende leeftijd van 13, 14. Oh ja, oh, weet je, ineens geweer afweer geschud. Weet je, luchtafweer geschud wordt naast ons huis gebouwd. En dan hebben we het echt over dingen die echt net zo groot zijn als deze kamer. Weet je, om op zo'n enorm ding op te zetten. Grote kanonnen. Groot, bijna groot, weet je, om tegen inkomende vliegtuigen, zeg maar, te beschieten. Dus alles was nieuw, alles was anders. En er ging net een stukje open voor mij als jong manneke. Dus in die zin vond ik het spannend. Natuurlijk, tot het moment dat een van mijn neven omkwam. Ze waren aan het vechten, andere stad aan het verdedigen. En op een gegeven moment kwamen die jongens en die neef was dood. Ze konden gelukkig zijn lichaam meenemen. Dat was al heel bijzonder. Maar dat was de oorlog zoals ik het heb ervaren. Van aaneenschakeling van heel veel toestanden. Zowel heel heftig, maar aan de andere kant. Het klinkt heel hard, maar je went er ook aan. Weet je, het komt niet echt uit de lucht vallen, sowieso, die oorlog. En in het begin heb je gewoon, weet je, bijvoorbeeld elektriciteit valt niet zomaar uit. In het begin heb je misschien 16 uur per dag elektriciteit. En dan weer 10 uur en dan wordt 8 uur. En op een gegeven moment, oh, onze vriezer is gewoon nu helemaal uit. We moeten alle kippen gewoon opmaken. En dus hetzelfde geldt ook voor water. En op een gegeven moment zegt iemand, hey, we zitten toch vlak bij de rivier. Weet je, laten we kijken of we zelf een put kunnen graven. Nou ja, probeer een put te graven, weet je wel. Als je het nooit eerder hebt gedaan, is het gewoon niet te doen. Of, dus zo wen je aan die veranderingen. En dat op een gegeven moment de stad steeds leger wordt. En dat je dan op straat moet slapen, op de stoep. Vanwege instortingsgevaar van het huis. Dat je als er zo'n inkomend mortier is, dan kan het plafond, gewoon het dak op je neerstorten. Nou, dan slaap je gewoon dan maar buiten. Moet je voorstellen dat je voor het eerst in je leven op de stoep slaapt. Dat is waanzinnig. Voor je eigen huis. En je voor bent je 13. Eigen huis, ja. Dat je op zo'n Persisch tapijt, dat je een van de heiligste, weet je, attributen in het huis. Neem je ineens mee naar buiten en dan kun je het gewoon op de stoep, weet je, gewoon op een Persisch tapijtje slapen. Nou, het klinkt heel, heel gek, maar dit is echt een van de dingen die je toch, weet je, bucketlist. Ik wist toen natuurlijk niet wat bucketlist was, maar dat kan ik nu afstrepen. Ik heb op de stoep geslapen. Ja. Goed, en toen gebeurde er iets volgens schokkends. Niet veel later zag je je ouders allebei op Gimpen voor het eerst in je leven, schrijf je. Ja. Kijk, we zijn natuurlijk zeker met al die jonge ouders tegenwoordig, is het heel normaal om je ouders op Gimpen te zien. Maar in die tijd, en mijn ouders, nou, het was echt, ik wist niet, weet je, het, ouders op Gimpen. Ja. Want wij moesten. Dat was niet zomaar, jullie gingen vluchten. We moesten de stad. En daarom hadden ze Gimpen aan. Precies, er was maar één weg. Ja. Eén weg die, maar die was natuurlijk afgesloten door de Irakezen. Eerste 30 kilometer ongeveer. En als je dat kon afsnijden door de woestijn, dan zou je op een punt komen waar dan de Iraanse troepen waren.
En dan die namen je dan mee naar de veilige plek. Mm-hmm. Maar ja, 30 kilometer. Was het nou echt 30? Was het 35? Is er een soort niemandsland? Dus wij gingen goed bepakt en bezakt en gezakt. En met toestanden, met water en flessen en pet. Mijn moeder die ineens een pet droeg. Mm-hmm. Ook bijzonder? Ja. Oké. Okay. Moeder met... echt gekkaars, weet je. Okay. Dat beeld, weet je, van je moeder. Kijk, mijn vader en pet, dat kende ik. Want mijn vader was lasser. Ja, ja. En hij werkte ook vaak in Arabische landen. Echt warm en heet, een gedoe. Met al die oliepijpleidingen. Dus die had echt een verzameling petten. Maar je moeder met een hoofddoek en een pet eroverheen. Echt absurd. Dus wij staken de rivier over. En dan maar wandelen. Maar ja, het allerraarste is... ik weet niet hoe lang wij aan het wandelen waren... maar echt dat beeld van zo'n woestijn... die ik nooit eerder had gezien, want je neemt altijd de weg. Dus gewoon dat beeld, het is echt gewoon bijna wittig. Bijna wit, gelig, wittig. En dat je ziet... Maar liepen jullie met meer mensen? Of liepen... Ja. Van een hele stroom vluchtelingen. Ja. Alleen natuurlijk niet als een stroom. Want ja, er waren niet heel veel mensen meer in de stad. Dus je ziet daar in de verte zie je wat zwarte vlekjes. En daar... En we hebben dus over eind oktober. Dus het was nog bij ons in Abadan was het nog best warm. En dus je ziet mensen daar in die woestijn lopen. Allemaal met jerrycans en water. Nou, echt dat... En bussen... die dan dus van de weg af moesten... en ze dachten, we gaan de woestijn oversteken... maar die dan door het zand waren gezakt. Ja, ja, vast komen zitten. Vast komen zitten, ja. Gewoon een hele bus in zo'n... En dan ook lopen. En dan lopen, ja. Ja. En dan nog een auto die waarschijnlijk te zwaar beladen was... want je wil toch iets meenemen. Dus echt, het zijn gewoon rare... Ja, ja. Dystopische bijna beelden zijn dat... En dan wij lopen en iedereen had het erover, weet je. Want op dat moment, de Irakezen, die namen af en toe mensen mee. Mm-hmm. Dus dan gingen ze even de woestijn in om... mensen te ontvoeren. Wat zeg je? Om mensen te ontvoeren. Ja, burgers mee te nemen. En die gebruikten ze later als krijgsgevangenen. Mag natuurlijk eigenlijk niet, want ja, je bent geen krijgsgevangen, je bent geen soldaat, geen militair. Maar ja, weet je, het is een oorlog, hè? Kom op, weet je wel... Alles is een beetje geoorloofd. Dus dat, de angst dat er... Wow. En oh ja, wat ik me ook kan herinneren, dat staat ook niet in het boek. Dat er op een gegeven moment... Want het was woestijn, hè? Dus geen gebouwen, niks. Op een gegeven moment vliegt een vliegtuig... Nou, misschien echt 30 meter boven ons, weet je wel. Zo'n vliegtuig wat je normaal gesproken alleen van afstand kent, hè? Ja, ja. Heel veel lawaai. Lawaai. En het is zo groot. Ja, ja. En het is zo eng om te zien. En het, echt, het geluid. Het, waar komt het vandaan? Want het komt van overal vandaan. En binnen no time is hij boven je hoofd. En dan kan je de onderkant zien. En er waren natuurlijk van die mensen die zeiden... gelukkig. Want het was namelijk een Russisch vliegtuig. Iraakse leger was Russisch... ze hadden Russische wapens. Mm-hmm. Dus ze waren zo opgelucht dat hij voorbij was. En dan denk je, oh, zou die terugkomen? Zou die niet terugkomen? Maar ja, die kwam gelukkig niet meer terug. Maar die beelden van lopen, wandelen... en de elementen overgeleverd zijn... echt... Niet leuk. Genoeg dingen voor een iets, het verschijnsel dat later kwam dat ik niet kende. Mm-hmm. Trauma. Ja. Ja. Maar je werd vluchteling in eigen land toen. Ja, ja, ja. Zei hij met een lach. Ja, ja, we hebben gewoon mij heel veel, weet je, moet je voorstellen, de hele strook, weet je, tussen, misschien krijgen we straks... Vond het echt onthutsend om te lezen. Ik bedoel, ik wist het wel een beetje, maar dat mensen, dat er zoveel discriminatie was en dat er zoveel... Echt, dat het om huidskleuren ook ging, binnen één land. Oh, mijn god, dat mensen elkaar zouden discrimineren om huidskleur binnen één land. Oh, mijn god. Ja, dat gebeurt, Guido, elke dag en overal. Er zijn vast landen en streken waar het niet gebeurt. Ja. En zoals oma zegt, die landen moeten nog gesticht worden. Okay. Nee, nee. Heel kort gezegd, kijk, we hadden al ervaring met vluchtelingen bijvoorbeeld uit Afghanistan, na de Russische invasie, hè, eind jaren 70, die massaal naar Iran en naar Pakistan gingen. En die Afghanen, ik weet niet hoe ik het netjes moet zeggen, die werden gewoon als honden behandeld. Mm-hmm. Echt
alle clichés die wij van allerlei andere landen aan vluchtelingen en tijden en locaties kennen, de Afghanen. Dus heb je het gehoord? In Isfahan, die ouders waren weg, twee jonge meisjes, jonge dochters thuis en twee Afghanen die gingen die mensen verkrachten en martelen en ze hebben alles meegenomen, dit en dat. Nou, de ene dag was het Isfahan. En heel gek, hetzelfde verhaal, 3 dagen later was het. Heb je het gehoord? In Shiraz, de ouders waren weg, 2 jonge meisjes thuis. Echt alle clichés, elke keer hetzelfde verhaal, weet je, van die bangmaakverhalen. En, maar ja, toen werden wij zelf vluchteling in eigen land. En Iran is best groot. Het is geloof ik bijna 50 keer zo groot als Nederland. Hè? Mm-hmm. Dus overal waar je komt, ben je of te donker voor die mensen, of te licht. Ja, ja. Afhankelijk van waar je naartoe gaat. Het is nooit goed. Het is nooit, je lijkt nooit op die gasten. En daarnaast, je spreekt ook een andere taal. Want weet je, heel veel mensen zijn tweetalig. Hè? We kennen het verhaal van de Iraanse Azeris, van Turkse komaf. Die vullen ook bij Turkije wonen. Of de Koerden, of de Arabische minderheid. Maar als je richting de grens met Afghanistan en Pakistan gaat, die mensen zien er ook anders uit. Godverdomme, iedereen ziet anders uit dan wij. Dus overal waar je komt, zie je er anders uit. En zodra je mond opent, dan val je sowieso door de mand. En dan waren wij weer de verhalen over hoe wij hun huizen gingen innemen. Huizentekort, ook in Iran, 35 jaar geleden. Ja, dus huizen innemen. Natuurlijk de eer van de dochters en de zussen en de moeders schenden. Ja, dat deden we. Handelen in drugs. Handelen in rantsoeneringsbonnen. Want alles ging op voedselbonnen, rantsoeneringsbonnen. Mm-hmm. Het is een oorlog gaande. En ook een beetje van, ja, jullie mensen uit Abadan, met al die olieindustrie daar, de raffinaderij en heel veel van die buitenlanders die daar kwamen, weet je, de expats, weet je, werkzaam in de olieraffinaderij. Dat was toch niet helemaal pluis wat jullie daar deden, hè? Een beetje van God los, gokken, prostitutie, alcohol. Dus ja, hebben jullie het niet op jezelf afgeroepen? Weet je, je kan je afvragen, waarom is de oorlog bij jullie uitgebroken? Ja, heel goede vraag natuurlijk. Hè? Waarom bij jullie en niet bij het grens met met Afghanistan of Pakistan of Rusland of Turkije? Waarom juist bij jullie? Denk daar maar eens over na. En terwijl je daarover nadenkt, ga ik je in elkaar slaan. Of ga ik je bijvoorbeeld het recht ontzeggen om ergens te wonen? Of al die toestanden. Maar ja, aan de andere kant, kijk, als je 13, 14 bent, ja, dat neem je nou niet voor lief aan, maar denk je, ja, zo is dat. Dus ik ga er gewoon het beste van maken. Want tegelijkertijd, er is ook geen andere weg. Je kan niet daarbij stilstaan. Dan denk je, oké, dan stap ik eerder uit de bus om naar school te gaan, dan stap ik gewoon eerder. Want als ik bij de bushalte van de school uitstap, dan staan weer diezelfde mannetjes om mij op te wachten. En andere vluchtelingenkinderen. En op een gegeven moment denk je, oh ja, bij onze eigen bushalte staan ze ook te wachten. Nou, dan ga ik gewoon 2 haltes gewoon lopen. Dus je leert er een beetje mee omgaan. En ja, zoals ze zeggen, ja, if it doesn't kill you, it makes you stronger. En ik geloof zoals ze in het Israëlisch leger zeggen, and if it kills you, it makes your mother stronger. Dus dat heb ik later begrepen. Ja, inderdaad. Er zijn mensen die dat verschijnsel kennen. Jamie, nee. Nou ja, goed. Ik las dat echt met tranen in mijn ogen, hoe ze jou ervan langs gaven. Ik vond het niet leuk. Ja. Maar daarna besluit jij op een gegeven moment, je bent een jaar of 15. En je krijgt een baan in een havenstad. Ja. En je gaat werken. Als controleur. Als controleur. Tallyman, ja. Ja, tallyman. Ja. Ik had nog nooit van het beroep gehoord. Ja. En je krijgt dan ook een idee. Je denkt, nou ja, ik kan ook in zo'n boot. Ja. En weg ben ik. Ja. Pas 3 jaar later, hè? Want in het begin, ik deed dat werk elk zomer. Als bijbaantje, leuk bijbaantje. Ja. En ook hier en daar een beetje dealen en wielen. Dus af en toe iets doorlaten. Ja. En, maar 3 jaar later, toen ik 18 werd en in dienst moest, ja, toen was het geen bijbaantje meer. Nee. Ik had mijn diploma gehad van middelbare school en dan moet je in dienst tijdens de oorlog tussen Irak en Iran. Ja.
toen was het niet zo leuk meer om daar in de haven lekker te werken. Nee, en daar had je geen zin in. En daarom ga ik je vragen of je een stukje wil voorlezen uit eigen werk. Want op een gegeven moment, jij hebt besloten en je gaat met drie vrienden ga je aan boord van een Filipijns schip. Schip, ja. Maar ja, je familie, die weet het niet. Die weet het niet. Nee. En dus ik had iets bedacht om hen niet ongerust te laten worden dat ik weg zou zijn, maar ook niet mijn eigen glazen ingooien. Pagina 82. Een paar dagen voor het vertrek ga ik naar het voetbalstadion van Bandar Abbas, de stad waar ik op dat moment woonde, om mijn beste vriend Ghulam op te zoeken. Ghulam ken ik sinds 1982, toen ik in Bandar Abbas naar de middelbare school ging en zonder wie ik, een nieuwkomer die ook nog eens een vluchteling was, het waarschijnlijk nog veel zwaarder had gehad op school. In gezelschap van Ghulam, die heel goed kon voetballen, durfde niemand me op school lastig te vallen. Maar wat bijna niemand wist, was dat Ghulam, ondanks zijn uiterlijk, bezig lijf, licht bruine huid, dat overeenkwam met de oorspronkelijke bevolking van Bandar Abbas. En ondanks het feit dat hij vloeiende lokale taal, Bandari, sprak, niet uit Bandar Abbas kwam. Hij was toevallig even donker als de lokale bevolking en had Bandari geleerd omdat hij in Bandar Abbas was opgegroeid. Maar zijn ouders waren jaren geleden uit een andere stad naar Bandar Abbas verhuisd. Hoe dan ook, als er iemand is die me bij mijn vluchtplan zou kunnen helpen, dan is het Ghulam. We zien elkaar na zijn voetbaltraining als de schemering valt. Ik vertel hem dat ik over een paar dagen wil vluchten met het schip waar ik op dat moment werk. Hij kan zijn oren niet geloven en vraagt me het hemd van het lijf. Maar je had toch je bij de kazerne aangemeld. Wat gaat er nou gebeuren als je ontdekt wordt? Waar gaat het schip eigenlijk heen? Wat vinden je ouders ervan? Etcetera, etcetera. Ik zeg dat ik op bijna geen enkele vraag goed antwoord kan geven. Maar nu bij hem ben omdat ik hem om een grote gunst wil vragen. Een gunst die de sleutel voor het succes van mijn vluchtplan kan betekenen, maar hem voor eeuwig in discrediet zal brengen bij mijn ouders. Dus zei ik tegen hem op de dag van mijn vlucht dat het schip leeg is en gaat vertrekken, dan ga jij naar mijn ouders en dan zeg je, waarom komt vandaag niet thuis, want we gaan in allerhaast gaan we een paar dagen vakantie vieren. Gewoon even rust, hij heeft hard gewerkt. En dat deden we wel eens, maar ik ging altijd naar huis, even douchen, kleren meenemen. Maar zijn plan, dus ik had tegen hem gezegd, nee, dat gaan we niet doen. We gaan met z'n allen in één keer door naar het dorp buiten Bandar Abbas, om een beetje te chillen daar. En als dat een paar dagen later, ga je naar mijn ouders en dan zeg je, sorry, waarom is gevlucht? En als het goed is, na een paar dagen, als je niks van mij hoort, dan is het gelukt. Dus hij zou gewoon mijn ouders voorliegen. En de enorme consequenties van mijn verzoek drongen direct tot hem door. Niet alleen zag hij dat een van zijn beste vrienden een ongewisse toekomst tegemoet ging, maar hij werd zelf ook daar een onderdeel van. Sterker, zonder zijn inbreng zou het plan in duigen vallen. Nou. Ja, heb je hem nog gesproken? Nooit tot pak een beet, ik denk 5-6 jaar geleden. Toen ik via Facebook of LinkedIn of iets dergelijks een bericht van hem kreeg. Hij woont in Canada zelf. Ja, hij is ook als vluchteling daar naartoe gegaan uiteindelijk. En we houden. Voor het boek had ik hem weer benaderd een paar keer. Van, hey, kunnen we kijken hoe het ging? Wat ik me daarvan kan herinneren, wat jij daarvan kan herinneren. Maar daarna heb ik niks van hem gehoord. Maar ik denk dat het meer een kwestie van, nou, ik wil niet zeggen luiheid was, maar dat het een beetje. Maar hij staat wel op mijn lijst om hem nog een keer op te zoeken. Ja. Waarom, hoe zit het met de tijd? Even kijken. Ja, we moeten zo met Tally gaan skypen. Of zoomen. Dus ik zie dat even kijken, de technicus die komt zo en dan gaan we. Ja. Oké, dus je gaat je gaat het doen. Je zegt, je gaat die boot in. Ja. Met je drie boot in, ja. Vrienden. Je klimt in de boot in. Ja. Je hebt in het geniep heb je wat
eten daar al voor neergezet? Ja. Dat je wat proviant hebt, dat je een buffertje hebt? Ja, ja, voor een paar dagen. Nou ja, ja. Daar zitten jullie, ja. De boot vertrekt. Ja. En, de boot, na een paar dagen hebben we ons bekendgemaakt bij de bemanning. Ja. Van, je wil echt die uitdrukking op een gezicht, dat je van... Ben je in middle of nowhere? Ja. Waarschijnlijk weet je waren we vlak bij de Red Sea, geloof ik. Ja. En dus die gasten, die zien ons echt alsof ze spoken zien. Ja. Dat weet je, na een paar dagen, dan komen ze hallo. Dus we werden heel goed, we kregen een vorstelijke behandeling, helemaal in elkaar getrimd. En daarna naar kapitein, iedereen over de zijk. Was dat iets waar je over na had gedacht, dat zou kunnen gebeuren? Ja, nee, heel stom. Terwijl ik al, heel verhaal, maar ik zou zeggen, lees het boek. Dat liep echt uit de hand. Ze hebben ook gedreigd om ons echt in de zee te gooien. En we hadden al in Iran, hadden we wel eens verhalen gehoord van mensen die bemanningsleden of officieren en soms kapitein die echt besloten hadden, gooien mensen in de zee. In mijn boek heb ik ook een van die verhalen, want ik dacht ook een beetje, ja, ze hadden echt waar zijn, dat doe je toch niet, weet je wel. Maar ik heb in een van die verhalen, want we hadden het echt gehoord, Griekse kapitein en zijn bemanning zijn later opgepakt, omdat een paar van die mensen hadden de kust gered. We hebben het over Oost-Afrika. Mensen waarschijnlijk uit Somalië. Maar anyways, dus ik heb het opgespoord, die verhalen. Mm-hmm. Staat ook in mijn boek. Maar ja, dat het jezelf zou overkomen, daar denk je natuurlijk niet over na. Kom op, het is net als elke soldaat die naar het leger ingaat, de oorlog ingaat. Je denkt toch niet dat jij doodgaat? Mm-hmm. Er zijn andere mensen die doodgaan en verlamd raken. Jij niet, anders zou je het niet doen. Zo stom was ik toen ik 18 was. Dus zo op het schip en dan in elkaar geslagen. En dan, uiteindelijk zei de kapitein, ik ga jullie terugbrengen naar Iran. Want we hebben een contract, we gaan naar buitenland. We halen cargo, vracht op en we gaan terug naar Iran. En door jullie gedoe zal niemand geloven dat er 4 Iraniërs tijdens de oorlog met alle controles het gelukt is om met een schip naar buitenland te gaan. Iedereen denkt, de bemanning heeft geld aangenomen. Dus hij zei, weet je wat, ik breng jullie terug. Dus ze hadden een heel constructie bedacht. Weet je, we werden opgesloten 2 aan 2 in een hut met een soort dwarsbalk met een pin doorheen aan een moer eroverheen aan gedoe. Echt niks aan toeval overlaten. Dus dat was het verhaal. Dus vandaar, nu komt de aanslag. Wij passeren het Suezkanaal en dan moet je gewoon voor je hut staan als autoriteiten komen om te controleren. En toen zeiden we tegen die Egyptenaar, alsjeblieft, mogen we hier blijven, want ze willen ons terugbrengen naar Iran. En mogen we hier blijven? Want kijk, we zijn gevlucht voor de Iraanse overheid. En jullie Egyptenaren, om het plat te zeggen, jullie hebben toch een hekel aan Iraniërs? Weet je wel? Mm-hmm. Allemaal niet historisch, maar vanwege Israël en Palestina. Jullie staan tegenover elkaar. Dus als wij voor hen gevlucht zijn, mogen we hier toch? Zeiden ja. Ja. Normaal gesproken ja. Maar anderhalf maand geleden, op 5 oktober 1985, is een aanslag hier gebeurd. De situatie in Egypte, eigenlijk heel islamitische wereld en Arabische wereld, is heel erg gespannen. En nu midden in de spanning, ineens 4 jonge Iraniërs die zeggen gevlucht te zijn. Dat zijn spionnen. Op een miraculeuze wijze en ze willen in Egypte blijven. Ze vertrouwden het niet. Dus na 2 dagen ons verhaal hebben aangehoord met een tolk. Echt een Arabische tolk die aan boord was om mijn verhaal te horen. Met alles erop en eraan. Na 2 dagen voeren we verder. Ja. Dus dat is de aanslag die mijn leven veranderde. Maar ook het leven van de 2 andere kanten van het verhaal natuurlijk veel heftiger voor hen. De kant van de slachtoffers en de overlevenden natuurlijk. En directe omgeving, maar ook een grotere omgeving. Maar ook de kant van natuurlijk de aanslagpleger. En we zien nu zijn foto, Soleiman Gatter. Ik ben bij zijn in het dorp geweest waar hij vandaan komt. Met zijn broer gesproken, zijn oudere broer. En zijn graf bezocht. En dus dat werd op een gegeven moment, dus in 2016, 2017, dacht ik, ja, niet alleen mijn verhaal, maar ik ga het verhaal van die 2 andere kanten van die 3 hoek ook onderzoeken. Wat was de impact op hen? Ja.
Nu gaan we zo bellen met Tally. En kan je ons vertellen, wie is zij? Ja, we hebben het over... Bij die aanslag zijn 7 mensen om het leven gekomen. 4 volwassenen. 3 volwassenen en 4 kinderen. En Tally en haar moeder. Tally was op dat moment 5 jaar en 10 maanden oud. Haar moeder Canadees, vader Amerikaans. Die waren al uit elkaar. En Tally was zelf een geadopteerd kind. In Eilat geboren. En dus vlakbij de aanslag eigenlijk, de plek van de aanslag. En op dat moment was ze 5 jaar en 10 maanden oud. En haar moeder, ik word nog steeds erg geëmotioneerd van haar moeder, heeft zich over haar heen geworpen. Mm-hmm. We zien nu een foto van haar. Op deze foto was ze 4 jaar. En die moeder die vangde vogels op die haar anders hadden doden. Ja. En Tally... Terwijl andere mensen weg zijn en de anderen zijn gedood. Dus die kunnen niet meer, niks meer. Tally was de enige die op de plek des onheils bleef. Een uur onder haar moeder. Ja. En pas later werd ze dus weggehaald. Als laatste. Ja. Totaal krankzinnig. Dankjewel. Ja. En Tally was de eerste persoon die ik benaderde. Het wordt mijn grote... verrassing, verbazing, vreugde. Zei ze ja. En ze is ook zo leuk. Ze zei ook, ze is zelf nu moeder van 4 kinderen. En ze zei ook, ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Mm. Echt, het brak mijn hart. Weet je, zo'n verhaal van haar eigen achtergrond. Ja, ja, dat is nou. En jou gaat vragen, hoe zit het met jou? Empathisch vermogen, echt van hier tot Tokio. Ja. 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 En de andere mensen, in je boek schrijf je... want er zijn gelukkig meer mensen die het hebben overleefd. Ja. Maar niet iedereen stond te springen. Nee, nee. Dus een hoed, jongetje van 12, die heeft toen zijn broer Amir is beschoten in zijn rug. Waarschijnlijk is hij... sommige artsen zeiden bij sommige slachtoffers... die zouden het overleefd hebben. Als hij snel hulp was geweest. Ja. Maar dat gebeurde niet bij hem. En Hoed heeft 3 mensen weggehaald. 3 kinderen. En dus hij werd als een held beschouwd in Israël. 3 kinderen heeft hij gered. Hè? Ja. Met zijn 12-jarige leeftijd. Ja. Zijn eigen broer niet. En bij Hoed, die wilde meewerken, maar... Een aantal andere mensen zei heel duidelijk, heel vriendelijk hoor, maar heel duidelijk, nee, ik wil gewoon hier niks mee te maken hebben. Ik heb mijn vrouw verloren, ik heb mijn broer verloren of mijn dochter en ik kan niet meer terugkijken. En Hoed zijn traumaverwerking kwam ook pas vele jaren later, toen hij na de diensttijd in Israël, zoals heel veel Israëlische soldaten, ging hij reizen en ergens in Midden-Amerika... ik geloof in Nicaragua, precies ergens daar, op een eilandje van niks, stort hij helemaal in. Mm. En pas is hij gaan kijken, wat is er eigenlijk met mij gebeurd? Wat is er eigenlijk met mij gebeurd, met mijn familie gebeurd, met het gezin gebeurd? Want het is iets wat zelfs zijn broer, die na de aanslag is geboren, hè? Mm-hmm. Ook logisch zou je denken, hè? Na de aanslag is die broer, een andere broer is geboren, zelfs die, zijn leven is... beïnvloed door die aanslag. Dat is wel zeker. Ja. Waarom? Ja. Kijk, we hebben contact. Ja. Hi, Tally. Shalom. Well, thanks for... thank you very much that you said yes to this short interview. Baram has written this wonderful book. And it's also a very tough book. And it's a book that tells the story of a horrible attack in the Sinai, where that you survived. At the time, you were 5-6 years old. Mm-hmm. And so one day you get an email from Baram and asking for an interview, and then a conversation starts. Do you remember that? Episode? I do. First, I think I didn't answer, and then the second time he wrote me, I googled, I thought he's legit, and when I saw... He's legit. Then I wrote him back, and we started a dialogue.
Yeah. So the idea that Bahram had is that sometimes things happen in life, and many people are touched by that one event on a very different, maybe on a different way, but it was just this one event that defines, that can define life sometimes. So I can imagine that this attack, that it profoundly changed your life. Was it strange to talk to Bahram about it? I mean, you didn't know him, and he wasn't there at this attack, but in some strange ways, it did change his life. Yes. It was strange in certain ways, but it seems like this attack comes back and comes to me in different directions all the time when I'm not expecting it. So I was definitely surprised that an Iranian man who is now a Dutch man living in Holland wanted to talk to me about my story. It was so strange that I was excited to hear Bahram's life story and see where this took us. Yeah. So I've known Bahram for over 20 years, and it is this book that has told me his life story. Until now, he has told me little parts, and after reading the book, I can also understand it, because there are many things that happen to him that aren't so nice and that maybe you don't want to talk about. You just want to continue your life, build up a new future. How is that for you? Is it something that people, do the people around you know that you have been in this attack? Nobody knows that I've been in this attack. Certainly my close friends do. Certainly my family and my children know about it. But I definitely don't bring it up in daily conversation. I don't bring it up at work. It's formed a major part of who I am. But it is not something that I feel contributes to current relationships or superficial relationships. So in general, I think I take a similar stance to Bahram. Maybe one day I'll read my book and then everybody will know. But until then, it's really the people that I'm closest to that I feel comfortable referencing this event with, or talking about it, or remembering with. Yeah. Well, living in Israel once in a while wakes up to a terror attack. So I can imagine that this makes it even harder that you carry yourself this trauma with you, and then you live in a country where there are not constantly there are many attacks that happen to civilians all the time, actually. So how does that play out? I think actually in that sense I'm not very different from the average citizen. There are times when I get more anxious about personal security, my family security, and there are times when it's quieter and I can just live my life and pretend that I'm in a very different place. But I think it more affects my general approach to life and my priorities are perhaps a little bit different than a person who hasn't had an event like this happen to them. Can you elaborate on that? What do you mean exactly? I just really try and put the people in my life first and spend time with the people that I love in a very active and enjoyable fashion. And I think that a lot of my energy goes into being optimistic and making my family's life as good as it can be. I work with people and I try to channel this energy, this great thankfulness for being alive, into what I do in my day to day. And I do feel like that is a result
myself of losing my mother when I was really young. And are there contacts between you and the other survivors of that attack? Because you were like a group of friends? Our parents were friends, but I moved away a month and a half after the attack happened. And I didn't come back to Israel until after high school, and I came back alone. So I am not in regular contact with anybody from that group. Okay. And so... one of the things that Baron has told us is that maybe he was carrying trauma with him, but he didn't even know the word trauma. He didn't realize that his nightmares were, called a trauma, and that you can get help for things like that. Was there a point in your life when you had a kind of similar epiphany? Yes. Absolutely. Right after the attack, it took me about a year and a half to become a normal child again. And it happened slowly and with help of a therapist, although mainly it just happened through exposure and building good relationships and having a very good relationship with my father. But then when I got older, in my 30s, I needed once again to deal with, like you said, trauma. I needed to stop and take time and work through it. And that was really important. I think it was a big dividing line between being a young woman and being an adult and a mother who can just carry on. It sort of was a dividing point in my life. Yeah. And so now you are yourself a mother of four. How old are your children? 13, 11, 7, and 4. And with the oldest, or with your children, do you think about it? How can I explain to them what has happened to me and to my mother? Or is that an issue? I have to think about it because I've always told them at the right level that it happened. With my younger children, it's just that they know I lost my mother, they know it happened violently, they know I don't like to talk about the details. If it's painful for me to talk about, I refer them to my partner, who can talk more about the details without getting as emotional as I get. But they've always known my story, and I think it's important that they know my story. They know my mother, and they know that she's their grandmother, even though she isn't with us right now. This year was the first time we went together to her grave on her annual Memorial Day. And it was really, really, really successful. The children were just so supportive, and they understood. And we cleaned the gravestone, and we put rocks on the gravestone, and my father was also there with us. We just gave each other hugs, and it felt very solid. It just felt like there was a lot of support and a lot of love, and that she's still watching over us, and she's still with us in many ways, and that was a very important milestone for me. Yeah, I can understand. Well, thank you so much for sharing your story with us. And from all of us from Holland, and from Baron especially, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Baron. Dus dit soort gesprekken die... Ja, de eerste keer dat ik haar sprak... dat beschrijf ik ook in het boek. Ik moest echt binnen, ik denk 10 minuten moest ik huilen. Zij ook. Dus dat was heel vreemd. Weet je. Hoe ga je dan verder? Weet je, als je gewoon twee mensen, volwassen mensen met elkaar... Maar ja, ik huil sowieso de laatste pakken bij 10, 15 jaar vaker. Maar niet zo 1, 2, 3 met gesprek met die man. Maar ze is ook echt een prachtige vrouw. Haar man die kwam ineens met, weet je, oh, rustig, dit en dat. Dus het echt een prachtige mens. Maar ook later in Egypte. Ja, dan zit je in Egypte. En dan ben je bij de familie van de dader.
En dan gebeurt er hetzelfde. Ja, dan gaat die oudere man, hè. Ja. Dus het is gewoon iemand bijna in de 70, hè. En dat vind ik op een gekke manier, misschien oudere mensen die huilen, vind ik nog heftiger. Mm-hmm. Je hebt zoveel dingen in je leven meegemaakt. Mm-hmm. En dan vertelt hij het. En dan ineens, na anderhalf uur, ineens vertelt hij zich, ja, dan ging hij weer terug in de tijd. Dan moest hij weer huilen. Ja. Om het overlijden van zijn broer. En dan moest ik ook natuurlijk huilen. En dus dat was heel heftig met mensen die, weet je, dat is, moet je voorstellen, zij heeft gewoon haar moeder, heeft haar beschermd. Mm-hmm. Zijn gewoon biblical stories zijn het bijna, dingen die wij. En daarom vond ik het ook zo bijzonder wat je net even tussendoor zei, in Israël of in heel veel landen, kan je je leven een beetje ordenen aan de hand van die nare gebeurtenissen. Oh, weet je nog wanneer we die auto kochten? Was het nou voor de, zeg maar, de Tweede Libanonoorlog? Of was het na de Tweede Libanonoorlog? Of was het nou, weet je, na de, nou, weet je, was het nou na de eerste keer intifada? Was het na de tweede intifada? Hebben we drie? Dus zo kan je je leven ordenen. Zo normaal is dat, dat de aanslag binnenkomt. Terwijl voor heel veel Nederlanders, en dat was ook de grap wat mijn agent toen vertelde, zeg, ja, voor ons, weet je, een aanslag, ja, het is toch meer de belastingaanslag die impact heeft op je leven. Andere aanslagen, dat is gewoon niet het geval hier. Mm-hmm. Klaar. Ja. En dan, dat is wel op een gekke manier, hoef je niet elke dag rekenschap van te geven. Maar je moet wel af en toe bedenken, er zijn heel veel mensen in de wereld, en soms kan het je collega, je vriend, die wel dat soort dingen als eikpunt gebruiken. Ja, ja. En is het dan een tip voor degene die dat niet kennen, zeg maar, om als we zo iemand tegenkomen, om daar toch naar te vragen? Of zeg je, nou, hou je maar een beetje op de achtergrond? Ja. Als ik denk hoe ik zelf daarmee omga. Maar ja, ik heb natuurlijk, omdat ik het zelf heb meegemaakt, dan is het iets makkelijker om met mensen daarover te praten. Mm-hmm. Doe je dat ook? Als jij een vluchteling tegenkomt, dan is het de eerste vraag. Ja, niet de eerste vraag. Nee, nee, nee. Ben jij geweest? Ja, ja, nee. Nee, maar dan kan je wel opgeven. En hoe was het bij jouw oorlog? Of wat is, en dan merk je dat er uiteindelijk. Die van ons was erger? Ja, ja, ja. Nee, dan zeg je, oké, prima. Precies. Inderdaad, Syrië of voormalig Joegoslavië, weet je, toestanden. Maar bijvoorbeeld de verhalen van, bijvoorbeeld dat je altijd moet lopen, mm-hmm, altijd moet wandelen met een plastic tasje. Dat is echt een terugkerend thema bij iedereen. Het is ook niet voor niets dat Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling organiseert. Weet je, dat je dan van Rotterdam naar Amsterdam, weet je moet zo'n wandeling maken. Het is een beetje cynisch, maar tegelijkertijd voor heel veel vluchtelingen is het heel normaal. Weet je, niks doet het, tas en dan lopen. En die oorlogen, dat je een nieuw leven moet opbouwen. En dat is ook op een gekke manier. Ik kon me verhouden tot Tali. Mm-hmm. Ik kon me echt, want zij heeft ook een trauma. Ik kon me verhouden tot die broer of de familie van die mensen. Weet je, dat hele dorp was op een gegeven moment door de regering van Mubarak, werd collectief gestraft. Mm-hmm. Vanwege de daad van die soldaat die bijna het hele vredesproces om zeep bracht. Dus het hele dorp werd gewoon collectief gestraft. Dus dat zijn nare dingen. Maar zoals ik zei, vergeet niet, dat gebeurt hier buiten, gebeurt het heel vaak. En hoe je daarmee omgaat, zoals ik zei, ik heb een privilege dat ik zelf zo'n trauma heb meegemaakt. Dus dat ik iets makkelijker met mensen kan praten, want ze weten ook hoe dat, dat het uit een goed punt komt. En niet alleen maar van jou kunnen ze het hebben. Ja. Ja. Is er iemand hier die een vraag wil stellen misschien aan Baram? Ja? Oh ja, okay. Is er iemand die heel snel een vraag wil stellen aan Baram? Microfoon. Nee? Nee? Oh ja, daarachter. Ja hoor. Ja, ja, anders is het niet te verstaan voor mensen thuis. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het gegaan is met je ouders. Wanneer je die weer gesproken hebt na je omzwerving? Ja, dat is trouwens een van de punten die niet uitgebreid in het boek terugkomt. Maar de korte variant is, in het begin had ik heel intensief contact met mijn ouders. Dus echt brieven schrijven, af en toe bellen. Dat was echt 6-7 gulden per minuut.
echt een rip out of my... Dus gedoe, heel intensief contact, maar op een gegeven moment werd het gewoon minder en minder. En nu is het op dit niveau. Dus een beetje uit het oog, uit het hart. En ook mijn prioriteit. Ik denk over bepaalde zaken anders dan zij. En dan heeft het gewoon geen zin meer in mijn beleving. Om elke keer over zaken te praten. Over, weet ik, van vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van godsdienst. Drugs of dat soort dingen. Dat dan... Jullie zijn uit elkaar gegroeid. We zijn uit elkaar gegroeid, dankjewel. Ja. Is er nog tijd voor een laatste vraag of moeten we afronden? Eén laatste vraag. Nou, heeft er iemand nog een laatste vraag? Daar. Ah, de vrouw van Gideon Leven, ja. Trouwens, ik kan nog tussendoor, terwijl Gideon die kant op loopt, één ding zeggen. De tekeningen die we net zagen, of toen zagen we een tekening op de achtergrond, die zijn gemaakt door Christina. Christina Garcia Martin. Waar zit Christina eigenlijk? Daar. Christina, dank voor al je mooie werk op de achtergrond. Mijn dank is groot. Tamar. Waarom je het een prachtig boek geschreven? Heel erg bedankt daarvoor. Heel indrukwekkend. Ik heb een vraag over één zinnetje uit het boek. En het gaat erover dat je, toen je een jonge man was, een relatie had met een getrouwde vrouw. Moeten we dat? Staat echt in mijn boek? Ja. En ik dacht, was dat niet een hele gevaarlijke onderneming? In Iran bedoel je? Ja. Nou, dat is... Wat had er kunnen gebeuren als jullie ontdekt waren? Kunnen we dat niet... hebben we nu echt in livestream hebben we dat besproken? Kunnen we... sowieso. Kan haar microfoon uit misschien? ik geef geen commentaar. Nee, ik heb er geen actieve herinnering aan. Fantastisch. Ik heb groot respect voor onze staat. Het is je eigen schuld, had je het maar niet op moeten schrijven. Het staat echt in het boek. Ik vrees het van wel. Dames en heren thuis en dames en heren hier. Ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Baram, dank je wel voor het schrijven van dit bijzondere boek. We gaan zo samen nog wat drinken op de tweede verdieping doen we dat. En daar kunnen jullie dit boek ook aanschaffen. Koop er vooral veel. Want er is vast wel een buurman of een oom of een tante die bang is voor vluchtelingen en die dat boek goed kan gebruiken. Gideon, dankjewel voor je mooi gespreksleiding. Het was een genot om te zien. Dankjewel. Okay. Oh.